moest gewoon winnen. Louis zei 5 nachten. Ik ben echt bereid om een nacht gewoon cachot te slapen. Waarom? Wat mogen we verwachten? Ik weet het zelf wat ook niet. Van plan? Maar ik ben klaar. Ah, maar ik heb een GoPro besteld. Hè. Die gaat hier zijn. Ja. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Clubhouse Tandem. Ik ben Alyssa, jullie nieuwe host, maar mijn gasten van vandaag gaan jullie ongetwijfeld wel al kennen. Brian en Alex van Coolcast Sports. En vandaag gaan we praten over de Afrika Cup. Brian, Alex, bedankt om mij vandaag te vergezellen bij mijn allereerste aflevering. We zijn blij dat we het mogen openen voor jou. Dat is de tweede keer nu dat we de spits mogen afbijten. Hè? Ah ja, dat is waar. Ja, de vorige keer ook. Dat is waar. Ah, is dat daarom dat we altijd worden gebeld? Zijn we testonijntjes? Nee, ik ben sowieso ook blij om hier te zijn om te praten over Afrika Cup. Ik denk een toernooi dat we allemaal mee kunnen naar uitkijken. Absoluut. Dus super excited to be here and talk. Ja, en het is ook een beetje omgekeerde wereld, want eigenlijk zijn jullie de podcast host expert. Voor mij is het de eerste keer, dus vertel eens, hebben jullie tips voor mij? Tips, rustig blijven, jezelf blijven. Dus gewoon in het West-Vlaams. Ja, van mij dat zou beter zijn. Nee, gewoon chill, relaxed. Gewoon zodat, ja, het is cliché, hè, het gesprek dat je zou voeren zonder camera's, gewoon ook op camera voeren. Okay, maar geen geheimen vertellen van mensen natuurlijk. Dus amen. Ja, X2. Retweet. Ja, jullie gaan zelf ook met Coolcast verschillende dingen rond Afcon doen. Ja. Dus vertel eens, wat mogen we verwachten? We hebben tot nu toe al 3 previews gehad over 3 landen. Dus we hebben over Marokko een preview gehad met Sven van den Broek als guest. Hij was dus assistentcoach met Hugo Broos toen hij dan de Afrika Cup heeft gewonnen. Dan hebben we er 2 gedaan over, dus we hebben er eentje gedaan over Nigeria. Dat was de eerste die wij dan hebben gedaan als crew, zou ik maar zeggen. Dus ik en Alex met 2. We hebben daar ook nog eentje over opgenomen over Ghana. Ja. Er komt nog eentje, ja, ik weet niet wanneer dit uitkomt, maar er is nog eentje onderweg vanuit Algerije. En dan de laatste, want wij zijn allemaal Congolezen bij Coolcast, of zo goed als iedereen is daar Congolees. Gaan we dus ook nog eentje dan over Congo en die zal dan ook ergens deze week uitkomen. Ja. Dus we hebben al eerst previews gedaan en dan starten we zaterdag met onze eerste shows. En dat gaat dan daily worden. Ja, dus elke dag gaan we dan een show droppen over de wedstrijden. Ja. En dan, wanneer het eindelijk een week rust is, kunnen we nog een beetje ontspannen. Maar dus, ja, de bedoeling is gewoon dat we dus echt elke speeldag gaan coveren en daarover gaan spreken. Ja, dus heel veel om naartoe uit te kijken. Ik hoor je ook zeggen, want wij zijn bijna allemaal Congolees. In België kunnen we enkel de wedstrijden bekijken van Congo en Marokko. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Dat is dubbel, hè, want eigenlijk moeten we zeggen dat het een vooruitgang is. Omdat vorige editie gewoon niks te bekijken was. Maar het zou een beetje te min doen om te zeggen dat we nu blij zijn. Ik denk dat het gewoon spijtig is dat we het nergens kunnen bekijken volledig, op de zenders dan. Maar we hopen dat dit misschien wel al een eerste stap is naar. Dat het bewijst dat als die ploegen het ook goed doen op een WK en zo, dat het dan misschien wel een beetje meer achter wordt gelopen om het uit te zenden. Ja, want dus, ik denk als je kijkt naar de evolutie, er komt wel steeds meer en meer aandacht. Ook vanuit de media, maar ik denk ook gewoon Belgische fans. Het is een beetje dubbel wel, want je volgt nu 2 landen, ze zitten wel in dezelfde groep ook, dus daar heb je dan iets minder... Als je andere groepen gaat volgen, heb je misschien meer kans op betere wedstrijden, omdat die interesse meer kan pieken, zou ik maar zeggen. Terwijl nu heb je 2 landen, stel je voor, ik hoop dat het niet gebeurt, maar stel je voor, ze gaan alle 2 uit in de groepsfase. Ja, dan ben je de rest van het toernooi wel gewoon kwijt. Dat vind ik een beetje jammer, en ook omdat het aan de Franse kant meer is. Ja, ja, als we het ook hadden gehad aan de Vlaamstalige kant, dan had het voor mij ook nog iets meer gedaan. Maar je moet wel blij zijn al met de eerste stappen, dat sowieso. Maar het is voor mij gewoon een beetje risky, want als Marokko niet naar de finale gaat, of Congo gaat niet naar de finale, dan ben je eigenlijk de helft van het toernooi eigenlijk al kwijt. Dus ik vind het daar een beetje wat moeilijker, maar we moeten wel blij zijn met de eerste stappen die werd gezet om het toernooi wel te gaan coveren. Oké, laten we ook eens vooruitkijken naar de groepen en naar het toernooi zelf. Wat mogen we verwachten volgens jullie van het toernooi? Vertel eens, mocht een fan die nu voor de eerste keer kijken, wat mag die... Waar mag die zich voor warm maken? Ik denk dat als een fan nu voor de eerste keer kijkt, die heel veel geluk heeft. Omdat ik denk dat we echt een van de beste edities gaan meemaken. Misschien de beste. En dat is echt puur op basis van talent, kwaliteit van de ploegen. Ook de groei die veel ploegen hebben gemaakt, zoals Marokko, Mali, Senegal. Nigeria is altijd goed geweest. Ghana is ook altijd goed geweest. Egypte ook altijd goed.
Dus ik denk dat we nu echt heel veel goede landen hebben. Ivoorkust heeft ook een leuke selectie. Dus wat gaan ze meemaken? Sowieso leuk voetbal, topvoetbal. Een ander type of een andere stijl voetbal. Of nieuwe stijlen die ze misschien nog niet echt kennen. Veel improvisatie. Ik denk dat je op Afrika Cup zie je wel zo spelers die je misschien in een club nooit van ver ziet trappen of nooit iets ziet proberen, nu ineens wel. Want daar zijn ze wel de grote man en daar zijn ze wel de sterspeler. Dus ik denk dat ze dat mogen verwachten. En dan, cliché, maar het moet erbij, ja, de sfeer. Ik denk sfeer. Er is geen toernooi dat dezelfde sfeer kan brengen als een AFCON. En de beelden en sociale media is altijd kapot lachen. Dus ja, ik denk dat je dat echt moet verwachten. Ja, ik denk, heel veel memes. Als je denkt aan het WK 2010 in Zuid-Afrika, daar waren heel veel mensen al enthousiast over. Ja, nou, als je dan gewoon daar moet je inderdaad gaan verbreden. En ik denk inderdaad, om aan te sluiten met wat Alex zei, is ook gewoon, er zijn heel veel jonge talenten dat je soms gewoon niet kent. En nu, we hebben het geluk, want we zitten in België. Ja, we kennen dan El Canoes, we kennen dan Sagbari, linksrechtsal, we kennen dan Amoura. Ja, die gaan daar ook gewoon weer te zien zijn. Dus er zijn ook gewoon heel veel talenten weer die je misschien niet zal kennen, die dan daar weer op het grote stage weer kunnen gaan En het is misschien presteren. Wel een beetje zoals dat je zei, op het WK in Zuid-Afrika was er heel veel sfeer, maar als je gewoon ook al kijkt naar een WK, die Afrikaanse ploegen brengen toch altijd sfeer. Ja, altijd. Dat is niet normaal. Die supporters komen met body paint. dat is helemaal maar anders. Maar gewoon de dansjes van de spelers, de sfeer tussen de spelers in de groep zelf, ja, voilà. Dat is altijd toch ook een beetje... We hebben nu denk ik foto's gezien van Ghana en Nigeria. Dat zijn in Tajikistan gekomen naar Ivoorkust. Mm-hmm. Ja, dat brengt gewoon weer een andere vibe. Heb je niet zo, met alle respect, maar zo stijf, een pakje. Nee, je komt een vibe. Iedereen is gewoon aan het lachen en zo. En dat geeft gewoon denk ik een ander gevoel. En zelfs voor mij, want ik kijk AFCON korter dan Alex, ik denk dat jij die meer volgt dan mij. Voor mij is het ook echt, de vorige editie was ook echt de eerste keer dat ik echt volledig alles heb gezien. Het is gewoon een andere vibe, dat is gewoon leuk. Dat is echt gewoon leuk, man. En ja, soms het traditioneel wat je een beetje, het voetbal dat je gewoon bent in Europa, is leuk, maar om daar een heel jaar door te zien, kan soms een beetje wat tegenwerken. En daar heb je gewoon, je weet nooit wat er kan gebeuren. En dat is het leuke, het is onvoorspelbaar. En het leuke aan een AFCON is, je hebt heel veel upsets. Dus je kunt nu niet zeggen, deze twee gaan in de finale staan. Want er zijn andere ploegen, er zijn heel veel ploegen geweest die kleiner zijn qua land en wel gewoon tot aan de finale zijn geraakt. Ja. Iets wat ik ook speciaal vond toen ik het hoorde, heel nostalgisch voor mij, is Magic System, die de anthem doet dit jaar. Ik denk dat dat de eerste Afrikaanse band is die ook doorgebroken is in Europa. Heel veel mensen van in het uitgaansleven kennen hun muziek ook. Absoluut. Ik denk dat Magic System, ze zijn van Ivoorkust. Ik denk dat wij ze hebben gehoord op feestjes, we hebben ze gehoord op trouwfeesten, we hebben ze gehoord op diners, op verjaardagsfeesten. Ik bedoel, overal. Ik denk dat voor onze jeugd dat echt zo de band was inderdaad. Ja. Of zeker de eerste die we hebben zien doorbreken. En dat is een beetje een full circle moment of zo. Hè. Ze zijn nu al 20 jaar ouder, 25 jaar ouder, maar ze zijn nog steeds een beetje de representatie van misschien de diaspora en de mensen die van Ivoorkust naar België en naar Frankrijk en naar Engeland zijn gegaan. En dat wij nu hier allemaal zijn geboren en heel hard terugkijken naar het continent, voor ons is dat een perfecte full circle. Dus. Oké. Ja, zoals je daarnet ook al zei, heel veel improvisatie op zo'n toernooi. Maar ik heb het gevoel dat de organisatie zelf dat daar ook af en toe wel moet geïmproviseerd worden, last minute. Dit seizoen, dit jaar is het verzet geweest door het regenseizoen. Ja. Maar ook de jaren ervoor, telkens, helaas wegens ebola hebben ze het al eens moeten verzetten. Dan burgeroorlog in Libië. Ja. Maar dan ook bijvoorbeeld de Ramadan, die dan... In de zomermaanden. En ik denk, dat is ook een COVID-geval. Vorig jaar hebben ze dat wel gespeeld. Nee, sorry, vorig jaar. Vorige editie hebben ze dat wel gespeeld. Maar dat was ook de COVID. Dus het is altijd een beetje wat moeilijk. Omdat je inderdaad, bij bepaalde landen is het dan regenseizoen, andere landen is het dan te warm. Dus daar is het een beetje gaan zoeken. Bijvoorbeeld het volgende editie dan is dan in Marokko. Ja. Die wordt dan wel, denk ik, in de zomer gespeeld. Als ik hier maar dat zijn andere... Inderdaad, dus het is een beetje overal. Een beetje, als je in het zuiden speelt of in het noorden, het is een heel groot verschil. Want dit is nu ook eigenlijk de editie 2023. Ja. Die dan begin 2024 wordt gespeeld, omdat ze het hebben verzet. Omdat ze het hadden gepland. Tijdens het regenseizoen. Ja, en dat zijn dingen die ze eigenlijk gewoon kunnen weten en kunnen voorspellen. Ze doen het dan eerst en dan beseffen ze van, misschien is dat geen goed idee, we gaan dat gewoon verzetten. Maar dan beseffen ze van, we moeten om de 2 jaar blijven spelen, dus we gaan nu gewoon
twee jaar op elkaar een afkon hebben. Maar dat hoort erbij. Dat hoort er, als alles juist verloopt, dan is er geen spel. Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dat is die Afrikaanse improvisatie. Ja, dat moet gebeuren, snap je? Ik heb zoiets van, we hoeven niet eens te weten waar we spelen. Zeg ons gewoon een maand voor ons. Nee, gewoon blindfolded in de plane. Ja, we zijn in Madagaskar. Weet je wat we moeten doen? Want nu is dat zo, snap je, verkiezingen, dit dat je moet kampen. Nee, gewoon een tombola. Ja. Iedereen heeft een lotje. In een lotje. We draaien dat de bal. We doen een loting van waar we spelen en dan doen we een loting van de ploeg. Ja, zet af. Oké, we gaan. Dat is wel fun, Zemma. Kan je liegen? Dat is een goed idee. We gaan naar pitchen. Oké, laten we ook eens naar de ploegen kijken. Er zijn 24 ploegen die ondergebracht zijn in 6 groepen van 4. Ja. Wat is voor jullie de groeps dus dood? De groep van... Senegal, hè? Ja. Senegal-Cameroen? Nee. Senegal-Cameroen? Ken wel, ja. Ja, ik denk dat dat de groep is. De groep van Congo is ook wel sterk. Groep C is Senegal-Cameroen, Guinea en Gambia. Ja. Dat gaat echt een goede groep zijn, omdat... Ik denk de kleine landen in het algemeen zijn sowieso al veel beter geworden op AFCON en op het Afrikaanse continent. Senegal-Cameroen zijn twee tenoren op het Afrikaanse voetbalcontinent. En ik denk dat die twee andere ploegen ook wel echt moeilijke ploegen gaan zijn om te bespelen. Die gaan counteren, die gaan fysiek spelen, die zijn snel van voor. En ik denk dat dat een moeilijke groep gaat zijn. Maar ze hebben een beetje het voordeel dat nu wel zo de beste derdes ook doorgaan. Ja. Hè, omdat er nu meer ploegen meedoen. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat wel een leuke groep gaat zijn om te bekijken. Ik denk ook dat Gambia wel heeft bewezen voor AFCON. Dat is een heel moeilijke ploeg om te verslaan. Ja, ook met hun speelstijl gewoon. Dus. Ja. En dan heb je wel met heel veel ploegen daar op AFCON. Je hebt de topploegen natuurlijk waarvan je schrik moet hebben. Maar zelfs de mindere ploegen hebben ook wel manieren gevonden om die zegens te gaan pakken of om een gelijkspel te gaan halen. Dus ik zou zeggen, elke groep is moeilijk, maar ik ga wel kort met groep C dat dat de moeilijkste is. Gewoon omdat je gewoon puur... Ja, je hebt twee ploegen die de normaal zien bovenuit moeten steken. Maar dat is niet altijd het geval, dus dat is een beetje... Ja, want je zei het daarnet ook, hè, typisch aan dit toernooi is net dat de kleinere ploegen echt kunnen uitblinken. Ja, het is super onvoorspelbaar. Ik denk, dat is het leuke ook aan AFCON is... Je hebt je favorieten, oké, dat is allemaal goed en wel. Maar als je je eerste wedstrijd verliest van een Gambia of zo, dan is meteen paniek. En er is altijd wel een beetje drama ook. Je hebt altijd wel een speler die ruzie gaat maken met iemand. En dan, we hebben het nu ook gezien, hè, Cameroen speelt de eerste wedstrijd, of misschien zelfs de twee eerste wedstrijden zonder hun keeper, Onana. Ja. Ja, op welk ander toernooi kun je dat zeggen van, oké, jij komt later toe. Maar het ding is zo van... Weet je? Nou, hij zegt gewoon, ik kom later. Ja, ik kom later. Dus ze zeggen tegen hem van, ah ja, het toernooi begint de 14e. Ja, is cool. Maar ik kom. Snap je? We komen daar straks nog op terug. Maar dus jullie denken, groep C wordt de groep dus dood. Maar welke ploeg denken jullie dat ons kan verrassen, dit toernooi? Ik denk Ivoorkust. Door het thuisvoordeel? Het thuisvoordeel en de ploeg die ze hebben. Ze hebben eigenlijk een heel goede ploeg. We spreken er weinig over. Ze hebben een nieuwe goede lichting, jonge spelers, die het in hun clubs ook heel goed doen. Maar er wordt heel weinig over gesproken. Plus dan het thuisvoordeel is zoiets van, die moeten dat echt niet onderschatten. We hebben dat gezien met Cameroen ook. Ja. Daar werd ook niet over gesproken, maar die speelden ook thuis. En ineens had iedereen door van, dat gaat toch wel moeilijk zijn om die te verslaan. Dus je moet ze serieus aanpakken. En ik denk echt dat Ivoorkust kan verrassen. Ik denk dat zij, omdat niemand ze ziet aankomen, denk ik echt dat zij iets kunnen doen, dit toernooi. Ja, ik ga meer naar Ghana gaan, toch? Oké. Okay. Omdat zij de laatste toernooien ook wel minder hebben gepresteerd. Maar ik denk dat zij nu ook gewoon met een betere lichting zijn. Ik denk ook dat er een aantal spelers zijn die we kennen. Paintshield van Genk zit daar. Maar voor mij Kudus, denk ik, want die is al een aantal jaren een beetje aan het stijgen daar qua statuut in Ghana. Ja. Van bankspeler of iemand die niet heel veel speelde bij Ajax, toch wel vaak daar in de basis staan. En het ding is met hem, hij kan op zoveel posities spelen. Dus ik zie Ghana toch wel wat gevaar brengen. Ik zie ze niet meteen naar de finale gaan, maar ik zie ze toch wel voorbij de groepsfases geraken en dan misschien ook de kwartfinales geraken. Maar ik denk dat Ghana wel een ploeg is dat heel veel gaat verrassen. Gewoon puur omdat zij ook met topspelers dat ze missen. Er is geen Lamptey bij, er is geen Party bij. Ze missen wel een paar topspelers in hun kern, maar ik denk dat ze dat wel juist gaan opvangen. Want iets typisch aan Ghana is natuurlijk dat ze hun sterspelers hebben, maar dat de ploeg dan aangevuld wordt met de lichting, hun jeugdlichting. Mm-hmm. Ja. Terwijl ik vind net dat dit seizoen, deze editie, ze missen wat sterspelers, dus ik denk toch dat dat een impact gaat hebben op het team. Ja, ook. Ja, absoluut. Dus het verrast mij een beetje dat je Ghana zegt.
Ja, maar het is denk ik ook gewoon daarom, snap je? Ik denk het is gemakkelijk. Allee, ik denk als we zeggen Nigeria of een Senegal, ja, daar verwachten we iedereen al iets meer van. Senegal is dan de vorige winnaar, Nigeria kennen we heel veel spelers van. Maar ik denk met Ghana is het ja, net juist daarom. En het is ook gewoon vaak, we hebben het al gezien, dat de meer de onbekendere spelers vaak een impact hebben op en afkomen. Ja. Het zijn niet meestal de topspelers die het verschil maken. Het zijn meestal de spelers die we niet kennen. Omdat er gewoon zoveel druk ligt op die topspelers, dat de andere spelers een beetje naar boven komen. Dus ik denk, de grootste verrassing is voor mij toch wel, denk ik, Ghana. Ja, ze zitten ook in een goede groep om wel hun ding te gaan doen. Ja, true. Groep A, dat is het gastland Ivoorkust. Ja. Die spelen tegen Nigeria. Die zijn 3 keer kampioen geweest. Equatoriaal Guinea en dan Guinea-Bissau. Dat is ook een moeilijke dus groep. Je zou denken, ja. Ik zou denken, Nigeria en Ivoorkust stoten door. Maar wat is jullie take? Ja, dat is het moeilijke. Ik denk dat ook, maar ik weet dat wij vorige afkomst heel verrast waren door alle Guinea's en zeker door Equatoriaal Guinea. Ja. Ik weet dat zij zo echt super voetballend kwamen naar het toernooi. Ik had ze ook nog nooit echt deftig zien spelen of zo. En ik had zo direct zoiets van, ah oké, jullie zijn serieus. Ja. En dus nu met die 2 Guinea's in de groep heb ik zoiets van, normaal gezien Ivoorkust Nigeria gaan door, maar die gaan echt moeilijk hebben. Die gaan echt serieuze matchen moeten spelen, denk ik wel. Ja, het is ook een vraag, weet je, wie gaat er door als beste derde, hè? Dus daar heb je ook nog weer een paar ploegen die erbij komen, maar ik zie Nigeria eerst eindigen, toch? Toch? Ja, ik heb het al gezegd, man. Ik zie Nigeria echt ver komen, maar ja, Ivoorkust, heel goede selectie, heel goede ploeg, maar ik zie Nigeria toch als eerste gewoon doorstoten. Ivoorkust 2 dan? Ja. Oké. Okay. Nigeria 1. Okay, kan het mee leven. Ja. Zolang ze er door zijn, hè? dan is het oké, okay, hè. Groep B hebben we Egypte, de recordkampioen. Die hebben het 7 keer gewonnen. Wel verdrijven. Ja, man. Wat mogen we verwachten van Mo Salah, zijn ploeg? Verdedigen. Gewoon 3 keer 1-0. Ja. 1-0, 1-0, 1-0. Ik geloof dat ook. Maar dat is ook iets typisch hè, voor AFCON. Je hoeft niet goed te spelen om te winnen. Dan. Ja, maar nee, zij hebben dat tot op de puntjes door. Zij weten meteen van, kijk, we moeten zo doen. We moeten hem tackelen, maar dan we moeten daar prikken. En dat is het probleem. Zij hebben het echt letterlijk gemasterd van, hoe win je een AFCON? Als die een boek zouden schrijven, dat zou heten Hoe win je de afloop? Ja. The Egyptian way. Niemand wil Egypte tegenkomen, niemand wil tegen Egypte iedereen spelen. Iedereen is bang van hun, die hebben 1 ster. Iedereen is bang van hun. Dat is het ding en ik heb dan zo dingen opgezocht over Egypte en nu waren ze, ja, ze hebben een nieuwe coach, daar gaan we mee af aan het spelen. Dat is helemaal niet waar. Je gaat gewoon een goede 4-2-3 inzien met en Mohamed El Neni, centraal middenveld. Egypte 1, Ghana gaat ook door en dan Kapverdi als beste derde door. Dat en dan hebben we Mozambique ook nog, maar... Ik denk Kapverdi... Die zijn er voor de sfeer. Hij hoopt, Kapverdi. Ja, als derde. Hij denkt niet, hij hoopt. Ik hoop. Ergens in mijn hart zeg ik dat we winnen van Ghana en dat we tweede eindigen. Winnen van Ghana? Ja, man. Ik wil het zien. Moeten één van de twee... Het kan gewoon, hè. Het kan gewoon. Wat denken jullie dat de moeilijkste opponent gaat zijn voor Egypte zelf dan? Ik denk eerlijk gezegd, in die groep... Ja, op papier Ghana, maar ik denk eigenlijk niemand. Nee. Ik denk echt dat Egypte gewoon... Nou, ze gaan easy. Ja, die gaan echt gewoon... Want die gaan, ik denk zelfs tegen Ghana gaan die zeggen, hier, pak de bal maar. En die gaan verdedigen, heel goed blok, heel georganiseerd. Ik denk dat Ghana ook verdedigend niet super sterk staat. En dat Egypte daar echt gewoon een paar keer van kan profiteren. Maar ik zie niemand... In die groep zie ik niemand eigenlijk moeilijk voor Egypte. Dat is erg om te zeggen, maar... Maar dat is ook een beetje het ding, hè, want je zou zeggen van... Zij gaan moeite hebben met ploegen die lager spelen. Maar omdat zij, puur om het feit dat zij een Salah wel hebben, die al gewoon is om week in week uit tegen zo'n ploegen te spelen die laag spelen. En ook altijd gewoon de ruimte vindt, zie ik het voor hem. Alla, het is niet dat hij meteen 5, 6, 7 keer gaat scoren, maar ik denk dat Egypte wel gewoon genoeg bewapend is om wel zo'n wedstrijd te gaan winnen. Dus het is gewoon voor Egypte is een beetje easier ride, want tegen betere ploegen kunnen ze gewoon gaan chillen. En tegen ploegen die minder zijn dan hun gaan ze gewoon domineren. Dus Egypte gaat weer hun ding doen, denk ik, dit EK. EK, afkom. Oké, we hebben groep C, Senegal, Cameroen, Guinea en Gambia. Ja. Daar, ik denk, de eerste wedstrijd, Senegal tegen Cameroen, ook regerend kampioen Senegal momenteel. Dat is de 19e, dat is toch een topaffiche. Dat is misschien de beste affiche, denk ik. En dat gaat top zijn. Ik ben fan van Cameroen, ik ben fan van Aboubakar, a.k.a. Abou Chouchou. Ja. Ik hoop echt dat hij kapot maakt tegen Senegal. Maar Senegal heeft een topploeg, hè. Senegal heeft een topploeg. Ik heb zelfs soms het gevoel dat die misschien zelfs nog beter zijn dan de vorige afkomst. Ja, ik denk dat niet. Ik denk dat we nog zo heel een veel teren... minder ego's, denk ik. Ja, maar ik denk dat we nog heel veel teren op Senegal van 2 jaar geleden. Toen ze nog een Mané was, daar bij Liverpool zat.
Toen had je nog een Koulibaly had die dan bij Napoli speelde en zo. Maar ik denk dat hun selectie gewoon net iets te oud is geworden, man. Zeker op de speels waarvan dat we rekenen. Natuurlijk heb je wel heel veel stars, want ze hebben die denk ik 4, 5 stars in hun selectie staan. Ze hebben wel daar jonge speels opkomen. Een Papé Sar, dan hebben ze Ismaila Sar. Dus ze hebben wel kwaliteit. Maar ik denk dat zij gaan teleurstellen dit afkomt. Ze gaan wel uit de groep geraken. Ik denk dat ook wel een beetje... Ze hebben ook een beetje, à la Egypte, doorgehad van oké, we moeten niet per se top spelen, maar die 3 punten halen. Want zo hebben ze dat ook voor AFCON gedaan. 1-0 tot aan de finale. En dan op penalties winnen tegen Egypte. Dus zij hebben wel al een bepaald formule gevonden waar dat heel veel landen niet hebben. Alleen zie ik ze net niet genoeg overtuigen of net niet genoeg dominantie vertonen in hun wedstrijd dat echt nodig is. Dus ik zie Senegal uit de groep geraken, maar ik zie ze niet echt heel ver geraken. Maar sowieso Senegal en Cameroen gaan wel door. Ja. En dan is de vraag gewoon wie dat 3 en 4... Ik denk 3 Guinea, om eerlijk te zijn. Boven Gambia? Ja, denk het wel, man. Omdat Guinea net voor mij iets meer kwaliteit heeft. Maar Gambia is gewoon een ploeg. Iedereen in die groep, we moeten niet tegenkomen. Want zij weten, dat is 90 minuten gewoon hel. Dat is 90 minuten echt strijden, vechten. En zij kunnen het... Gambia gaat bepalen in die groep wie dat erdoor gaat. Nou, want de ploeg dat 3 punten pakt tegen Gambia, weet eigenlijk al van oké, dan is de job half done. Voor mij. Nou. Maar als je tegen Gambia punten laat liggen, ja, dan is het voor mij denk ik gedaan. Ja, maar over Gambia gesproken. Ze hebben een Belgisch coach, Tom Saintfiet. Hij is hier ook al geweest. Maar vanmorgen kwam het nieuws binnen dat die ploeg opnieuw iets heeft tegengekomen. Eerst hadden ze natuurlijk de premies die niet uitbetaald waren. Dus de spelers die weigerden op het vliegtuig te stappen. Dan hebben ze het uiteindelijk wel gedaan. En dat heeft hen bijna hun leven gekost. Want het vliegtuig had een zuurstofgebrek. Dus gelukkig zijn er geen slachtoffers. Ze zijn terug kunnen landen. Alles is oké. Maar ik denk, qua voorbereiding en qua mentale impact, dat dat toch ook dingen zijn. Wij geloven heel veel in... We zijn heel bijgelovig. Ja, als ik al zo'n zaken zie, denk ik van, ik blijf thuis. Ik moet zeggen... In de voorbereiding ook, hè. In Marokko hebben ze de aardbeving meegemaakt. Ja, die dingen, snap je? Dus ik denk, ten eerste sowieso, denk ik... Het is sowieso altijd spijtig als er iets gebeurt. En gelukkig zijn ze oké. Ja. Maar ik vind het vooral spijtig, want dat eigenlijk een land is dat inderdaad, wat Brian daarnet zei, dat heel lastig kan zijn voor tegenstanders. En dat heel veel ploegen niet willen tegenkomen. En zo'n land had je eigenlijk met de beste mogelijke voorbereiding zien willen aankomen op AFCON. Dus dat is sowieso heel spijtig. Maar ik denk ook wat hij zegt, zo, het hele bijgeloof ding. Ik denk ook echt bijvoorbeeld als dat Congo was bijvoorbeeld. En eerst aardbeving, dan probleem met het vliegtuig. Dan die zouden zeggen van blijf thuis. Nee man, volgende editie, sorry man. Maar we zouden allemaal gaan dingen. Ja, dat is waar man. Ja, die bijgeloof dingen, dat leeft echt wel. En je moet niet onderschatten wat dat misschien ook in het hoofd van spelers kan doen. Snap je, dat ze zoiets hebben van... Dit zijn te veel tegenslagen. Of dit is een teken, of dit is een sign, of zo. Dat leeft echt wel in onze cultuur. Ja. Dus ik hoop dat ze nog steeds gaan kunnen performen op het toernooi, maar dat gaat echt wel een rol spelen. Maar ik denk wel voorbereidingsgewijs, Tom vindt het, ik heb er wel een paar keer mee gesproken en zo, en hoe dat hij zijn ploegen opzet en bouwt en hoe dat wedstrijden aanpakt, is die voorbereiding niet van levensbelang, want hij past zich ook wel heel veel aan van wedstrijd tot wedstrijd. Dus ik heb daar wel vertrouwen in, moesten zij toch wel heel aankomen, dat is natuurlijk het voornaamste. Dat hij toch wel iets kan forceren in die groep. Ik denk dat hij ook gewoon hoopt om als de beste delen door te gaan. Dus dan gaan we wel een wedstrijd zien, denk ik, tegen Guinea bijvoorbeeld. Als hij weet van oké, die 2 toppers zijn voorbij. Ja tegen Guinea staat ook op zijn kalender van die moeten we zeker proberen te verslaan. Laten we dan eens kijken naar Cameroen, de doelman daar. André Onana. Natuurlijk. Dat zijn beste vrienden. Ik denk... wat vind je daar, ook als Manchester United-fan, van dat hij eerst nog... Ik vind het ten eerste, naar het toernooi zelf toe, vind ik het heel disrespectvol. Omdat je dit niet zou doen op andere toernooien. Ja. Daar gaan we heel erg over zijn. Het is ook gewoon een beetje de fout van Cameroen, vind ik. Want je geeft hier een beetje een voorkeursbehandeling. Vorig toernooi op het WK is hij al vertrokken na een wedstrijd, omdat hij dan een beetje een dispuut had met Eto'o over zijn positie en met de coach en al die dingen daar, want hij stond te hoog en hij moest niet zo hoog staan. Ze brengen hem terug, dus dan weet je al eigenlijk van iemand is zelf weggegaan, je haalt hem terug. Dat is een beetje, dat is heel delicaat, zeg maar zeggen. En dan nu ook, hij vraagt dan al op voorhand van eigenlijk wil ik de vriendschappelijke wedstrijden missen, want ik wil zo lang mogelijk spelen bij Manchester United. Terwijl dat dan een bekerwedstrijd is, natuurlijk voor ons een belangrijk, maar in het hele grote verhaal, dat is het toernooi dat je om de 2 jaar kan spelen.
daar zou je toch meer voorrang voor geven? Oké, dat gebeurt dan ook niet. En nu is het zelf onderhandeld geweest dat hij dan de eerste groepswedstrijd ging spelen, maar dan de dag ervoor nog ging spelen Manchester. Nu wordt dan dat ook weer verschoven. Ja, dus ik vind het zelf gewoon heel disrespect van haar toernooi toe. Uiteindelijk, omdat je ook wel, je ligt nu een president voor de andere spelers gaan moeten volgen, of gaan volgen, want zij gaan zeggen, ja, maar bij Onana heb je dat ook gedaan. Dus waarom zou ik nu niet eventjes voor een weekje terug naar Barcelona kunnen gaan, om dan een wedstrijd te gaan spelen voor Cameroon? Ik vind dat gewoon, ik vind dat jammer, en ik vind dat gewoon heel jammer van de federatie, want daar moeten zij gewoon hun hand op de tafel slaan en zeggen van nee, dit doen we niet. Oftewel, kom je erbij, oftewel is het ciao. Ja. Maar met heel veel landen, ja, topspelers, ze zijn desperate, dus we willen die er zeker bij hebben. Maar voor mij, ja, ik vind het gewoon niet mooi naar zijn land toe. Voor club, ja, doe je ding, maar voor je land vind ik dat een beetje lelijk, man. Ja, keepers toch een speciaal soort speler. Keepers zijn uniek, hè. Keepers zijn echt uniek. Ja, keepers zijn uniek, man. En ik snap deze, ja, ik snap. Oké, dan gaan we naar groep D. Daar hebben we Algerije, Burkina Faso, Mauritius en Angola. Ja. Dat is de enige groep waar ik zeg van een beetje makkelijk. Ja, ik denk Burkina Faso en Algerije gaan door. Mm-hmm. Aan al mijn Angolese vrienden, ciao. Nee, ik denk dat daar is misschien de eerste groep waar de kloof een beetje duidelijker is tussen de twee toppers. En ik reken Burkina Faso als een topper. Ja. Echt puur uit respect, want die zijn altijd derdes of vierdes op een AFCON. Het is tijd dat wij ze ook zo behandelen, want anders gaan we altijd pakjes blijven krijgen van nu. Maar het is ook vaak zo via één speler. Ja, maar het maakt niet uit. Het is altijd Traoré dat daar... Het maakt niet uit. De fout die we altijd maken is zeggen Burkina Faso, we kennen daar niemand, ze gaan niks doen. Derdes of vierdes, minimum. Ja. Ik respecteer jullie, alle Burkina Faso mensen. Jullie gaan eerst eindigen in jullie groep. Proficiat, jullie zijn een topland. Boven Algerije? Ja. Ja, nee, ze als tweede, man. Nee, maar ik heb minder hoop in Algerije, man. Is dat? Ja, Algerije is een ploeg, hè, met heel veel talent, maar heel veel ego's. En heel veel... Dat is Algerije, nee, maar, voor mij... Maar nee, maar voor mij... ze trekken wel samen op toernooi, man. Voor mij is dat hetzelfde als op pleintje voetballen. Mm. Dat is, als wij eerste scoren, dan is iedereen blij. Yeah. Als wij eentje binnenkrijgen, oh, geef de bal. Voetbal in Brussel. Nee. Ja, gewoon voetbal in Brussel. Ofwel zijn we beste vrienden, ofwel hebben we allemaal ruzie. Dat is een beetje de vibe die ik heb met de ploeg van Algerije. Dus ik denk, hun moed kan heel hard switchen. Burkina, dat gaat gewoon duidelijk 4-5-1. Ik kan niet akkoord, man. Algerije gaat eerst en in die groep, man. En Burkina Faso 2. Maar Burkina Faso, zij gaan zo tweede eindigen tegen nummer 1 tegenkomen. Ze gaan niet goed gifleren. Ja, dat gaan niet dus goed. Algerije of eerste of tweede. Ja. Maar denken jullie dat jullie zouden kunnen voorspellen wie dat de top 5 is bij de bookmakers? Want we hebben dat gezien, maar ik ben dat sowieso vergeten. Ik heb zo'n slecht geheugen. Marokko 1. Senegal 2. Ja, 3 Nigeria. Is dat? Ja, Nigeria zijn top 5. Dat is sowieso. Hoog, man. Ja, maar dat is een pas van naam, bro. Nigeria 3. Cameroen zit er ook tussen. Ivorcus sowieso. Ja, ik denk dat Ivorcus is. Ivorcus geen 5. Top 5 meer, hè. Jawel. Dus wat was 6 1 Marokko. Marokko, Senegal, Nigeria. Wie zit er als 4? Ik zet Ivorcus 5. Nee. Algerije zit er sowieso ook tussen, denk ik. Is dat? Nee, je pense pas. Marokko, Senegal, Nigeria. Cameroen, Ivorcus. Dat is ons laatste woord. Ja. Oké, zeg het eens. 4 op 5. De eerste twee waren al juist. Marokko en Senegal. Oké. Maar dan hebben we Algerije. Ah, oké, ik zei het toch. Gevolgd door Ivorcus. En de vijfde, Nigeria. Het is niet slecht, hè. Is niet slecht, ik ga toch doen, maar Algerije heb ik de selectie gezien. Daarom. Selectie sterk daar. Dus geen Cameroen. Nee. Cameroen zijn wij, snap je? Omdat wij kijken. Omdat we weten wat Vincent Aboubakar gaat doen. Ja, snap je? Ik krijg zijn naam. Ik kijk er echt naar uit. Ik ga die liggen, Ko. Ik heb hem ontdekt voor... Ik heb gezegd, Aboubakar. Hij is een spits. En dan een WK heeft dat ding gedaan. Nummer 10. Groep E hebben we Tunesië, Mali, Zuid-Afrika en Namibië. Tunesië laatste. Dat is puur haat wat ik nu doe. Tunesië, Mali, Namibië. En Zuid-Afrika. Ja, Tunesië, Mali 1 en 2. Mali 1, Tunesië 2. Ja. Mali heeft echt een goede lichting. Die hebben ook in de jeugdploegen echt heel veel talent. Die zijn het supergoed aan het doen. Mm-hmm. Die federatie is ook heel goed vooruitgang aan het boeken. En ik denk dat... We hebben de vorige toernooien altijd verwachtingen van Mali en dat lukte altijd net niet. Maar ik denk dat dit het toernooi is waar ze Mali eindelijk eerste gaan tonen. In de groep. In de groep? Ja, eerste. Ja. En dan Tunesië tweede. Inderdaad. En dan Zuid-Afrika denk ik 3. En weet je wat ik eigenlijk heel graag zou zien? Ik wil graag een wedstrijd zien waar Zuid-Afrika voor staat. Zo 2-3-0. Omdat zij zo'n bepaalde cultuur hebben in Zuid-Afrika waar ze zo heel graag op het einde van de wedstrijd zo skills doen. Ja, ze gaan op de baas staan en zo. En
Zij zijn niet vaak in een situatie in wedstrijden waar ze echt zo'n grote voorsprong hebben, maar ik hoop zo tegen Namibië of zo dat ze 3-4-0 voorstaan. Omdat, ja, dat is gallery play, dat zijn skills op het einde van de wedstrijd, dat is gewoon heel leuke dingen om te zien. Dus als de mensen voor mij niet kunnen inbeelden, zo Anthony van den Bor op het WK, ja, maar Martin, ja. Maar dat is echt gewoon, als je dat kunt zien, of je moet dat zien op YouTube, ja, dat is niet normaal. Zuid-Afrikaanse competitie, ja. Ah, nee, ze 6-7-0 en die spelen met superveel spelers vanuit Zuid-Afrika zelf, ja, die daar ook nog spelen allemaal. Dus niet dat je dat zegt. Ja, ze brengen echt leuke tweede woorden als ze beginnen. Ze moeten niet doorgaan, hè, maar vanaf dat ze zo gewoon. We zeggen wanneer de zuurstof weg is, ja, dan is magnifiek. Ja, ik Ja. Ik ken niet veel Zuid-Afrikaanse spelers, maar ik heb met eentje samengewerkt, Andile Jali bij KV Oostende. Mm. En daar was het eigenlijk net hetzelfde. Jij zei Anthony van den Borre, maar als het ging over skills en over op de ruim op de bal gaan staan, dan herinner ik mij Jali. Maar kijk hoe ze dat doen, hè? Huh? Ik begrijp niet, want hoe dat zelf die bal staat met ijzeren toppen en zo, ik begrijp het niet, maar ze kunnen het wel. Mijn enkel laat het niet toe, alles. Oké, en dan de laatste groep is F. Daar hebben we Marokko, Congo, Zambia en Tanzania. De beste groep voor het laatste, hè? Congo eerste. Eerste match is Congo. Ja, maar Congo is tegen? Tanzania, denk ik. Ah, we hebben dat gisteren. De tweede match is Marokko. Nee, ik ga eerlijk zijn, Marokko gaat eerst eindigen. Ik hoop dat Congo tweede eindigt. Ik hoop dat echt met heel mijn hart. Echt zelfs met Brian zijn hart erbij. Maar Congo is do or die, man. Ofwel ga ik super gelukkig zijn, ofwel gaan ze mijn hart breken. Ik weet het nog niet. Het is niet te voorspellen. Maar ik denk dat Marokko wel comfortabel eerste gaat zijn. En die... Ze gaan wel de druk voelen, omdat ik denk dat iedereen wel verwacht dat zij het gewoon ook volledig moeten gaan winnen. Ja natuurlijk, na wat ze hebben laten zien op het WK. Ja. Maar Tom Saintfiet heeft daar ook iets over gezegd. Hij zegt, volgens mij is Marokko geen favoriet, omdat ze op het WK het spel zelf niet moesten maken. Mm-hmm. Maar dat zal nu wel verwacht worden van hen. Nee, klopt. Maar ik denk wel dat een coach verstandig genoeg is om daar dingen te kunnen gaan aanpassen. En waarom dat ik Marokko wel zo hoog zit, is puur in je selectie. Hebben zij heel veel verschillende profielen voor heel veel verschillende situaties. Dus zij kunnen gaan knokken met de meest fysieke teams. Mm. Maar als het gaat om techniek, buiten Algerije, denk ik, zijn zij ook een van de meest superieure teams in het hele toernooi. Dus ik denk dat je van Marokko veel kunt verwachten. Ja, die druk is er wel en veel mensen gaan natuurlijk kijken, want ja, wat je doet op een WK, derde eindigen is geen kleine feat. Maar tegelijkertijd hebben zij denk ik ook wel die ervaring meegenomen, ze hebben ook andere spelers erbij gepakt. En ze spelen nu al wel 2 jaar met de mentaliteit van, nou ja, een jaar, want WK was vorig jaar. Maar ze spelen al een jaar met de mentaliteit van, oké, maar op AFCON moeten wij wel het spel gaan maken. Ja. En dat lukt en dat gaat wel een beetje stroef, maar ik geloof steeds op, ja, het kan op een bepaald moment gewoon klikken. Een toernooi kan een perfecte situatie zijn om die dingen te gaan laten klikken, dus ik zie wel... ik zie Marokko eigenlijk als eindwinnaar voor mij. Puur omdat zij gewoon heel veel kwaliteit hebben in die selectie. En zij hebben ook spelers die beseffen van, ik ga misschien niet starten, maar die 20 minuten die ik ga moeten invallen, gaan ze wel kapot maken. Dus ik denk dat Marokko wel heel ver gaat raken. En dan inderdaad Congo. Een heel grappig parcours gehad de afgelopen jaar, zou ik maar zeggen. Want WK net niet gehaald. Dan in de groepsfase ook net AFCON gehaald. Ja, maar het is in stijgende lijn, zeker ook met de nieuwe coach. Ook heel veel spelers die op Europese niveau bij betere ploegen spelen. Dus daar zie je ook dat de kwaliteit omhoog is aan het gaan. En het is gewoon een beetje hoop. Zoals hij zei, het is gewoon kop of lid. Het is ogen dicht doen en gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Maar ik hoop ook dat Congo als tweede eindigt, zodat we dan naar de volgende ronde kunnen gaan en dat ik dan rond 2 ploegen heb in de knock-out fases. Nog eventjes over Marokko. Denk je dat dat ook misschien een rol gaat spelen? Dat ja, op AFCON, het Afrikaans voetbal is iets geheel op zijn eigen. Dat is best uniek. Mm-hmm. Is ook een ander ritme, veel fysieker dan het Europese voetbal. En bij Marokko zijn er natuurlijk ook heel wat spelers die ontwikkeld zijn in een Europese competitie. Mm-hmm. Het ding is met Marokko... Ze hebben ook wel heel veel spelers nu ook die zijn teruggegaan naar de Marokkaanse competitie. Of naar het Afrikaans continent. Dus daar hebben ze daar ook wel. Maar ik denk ook gewoon, ja, als je kijkt naar de coach en als je ziet hoe slim dat hij is, dat hij zich wel heel goed kan aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld ook op het WK zijn er een aantal wedstrijden geweest waar dat het iets minder mooi moet zijn. En dat hebben ze ook gewoon perfect kunnen doen. Ik denk dat de grootste vraagteken van Marokko is, kunnen zij de bal hebben en kunnen zij dingen creëren? Maar als je dan ziet, Ziyech, Alkanou, Saibari, ze hebben een Boufal, ze hebben heel veel spelers die dat soort situaties gewoon zijn. Dus het zou voor mij een beetje vreemd zijn. Het is gewoon voor de coach te zien van wat zijn de juiste combinaties. Maar ik denk dat zij gewoon voldoende kwaliteit hebben
om een wedstrijd open te breken. Ze hebben heel veel X-factor, ja. Net als Algerije. Ik denk ook, en dat is een gesprek dat wij toevallig gisteravond hebben gehad, dat wij vaak de fout maken, en wij maakten die ook, van zo inderdaad het Afrikaans voetbal, het Europees voetbal, het Zuid-Amerikaans voetbal. Maar eigenlijk bestaat dat niet, want Europees voetbal is ook, Spanje heeft zijn stijl, Duitsland heeft zijn stijl, Engeland heeft zijn stijl, Italië heeft zijn stijl. Hè. Ja. En in Zuid-Amerika is dat ook. Chile is super agressief, Brazilië is super technisch, Argentinië verdedigt eigenlijk. En op het Afrikaanse continent is dat eigenlijk helemaal hetzelfde. Je hebt ploegen die heel hard gaan inzakken, die op fysiek inspelen, die op counters inspelen. Je hebt Marokko die nu de bal gaat moeten dragen. En ik denk dat de spelers die zij hebben gehaald in de selectie, nu ook inderdaad, zoals Brian zegt, voorbereid zijn op het, moeten wij hier de bal dragen? Moeten wij technisch spelen? We got you. Moeten wij verdedigen? We got you. Die hebben gewoon zo'n een complete kern dat die eigenlijk alles kunnen doen. Maar ik denk dat we een beetje moeten afstappen van zo het idee van het Afrikaanse voetbal is zo, omdat iedereen een beetje zijn eigen stijl en dingen heeft. En om aan toe te voegen, als je kijkt nu naar AFCON en naar alle selecties, ik kan er nu geen getal op gooien, maar ik denk de helft op zijn minst speelt in Europa. Dus, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Waar gaan we dan een beetje de lijn trekken van, is het dan nog steeds meer, is het nog steeds Europees voetbal, Afrikaans voetbal? Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Ik denk gewoon de atmosfeer is anders, de mensen in de tribune zijn van een Afrikaanse achtergrond. Maar uiteindelijk is het gewoon, voetbal blijft voetbal, snap je? En ik ga er ook niet zoveel verschil in gaan maken. Het is gewoon, kunnen zij puur met de bal dingen doen? Ja. Kunnen zij domineren? Dat is het grootste vraagteken. Maar dat is dan aan de coach nu om te bewijzen van, en aan de selectie van, wij kunnen het en ik geloof wel dat ze het kunnen. Ja. Natuurlijk, de Europese competities, die gaan gewoon door. Ja. Zo ook de Premier League. En wat ik opvallend vond in de Premier League is, als je kijkt, de Asian Cup wordt nu ook gespeeld. Als ik kijk naar alle ploegen in de Premier League, is er één ploeg die geen spelers mist. Bij alle andere ploegen minimum één. Maar één ploeg moet geen enkele speler afgeven. En dat is Manchester City. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog eens het geval dat Doku terugkomt. Kevin De Bruyne is terug. Haaland komt terug. Denk je dat dat een groot effect gaat hebben op de titelrace? Ze gaan kapot maken, joh. Maar ik ben geen City fan, maar ze gaan kapot maken. Ik denk, als je kijkt welke ploegen gaan het meeste nadeel hebben van de topploegen dan. Hè? Liverpool. Spurs. Liverpool niet zoveel, want ze hebben enkel... Het is enkel Salah, maar die is wel heel belangrijk. Ja. Maar ik denk dat Liverpool weet hoe het is om hem te missen. En vorige edities moesten ze en hem en Mané missen. En ze hebben dat ook gewoon, opgevangen. Dus op zich gaat dat meevallen. En ik denk als Tottenham, zij zijn Bissouma kwijt, Sar kwijt. Son is ook naar de ene. Ja, voor hun Spurs is het seizoen gedaan, volgend seizoen. Ja, ik zou gewoon doen zoals dat ze in België doen. Gewoon zo, zo klacht indienen en zeggen, kunnen we de match herschrijven. Ja, ik zou dat gewoon bij Tottenham ook voorstellen. Wow, wat een shot down. Dat is gewoon de aandacht van Ben. Nee, maar ja, Tottenham gaat het meeste. En ik denk dingen ook. Hè. Wolverhampton, dat is nu geen topploeg. Dat is niet voor de titel. Zij gaan ook veel verliezen. Maar die verliezen wel belangrijke spelers ook op dit moment. Ja. Maar ik denk dat City... Ja, ik vraag me af of dat ze daar eigenlijk op anticiperen. Wanneer dat zij spelers halen, dat ze al weten van... we willen eigenlijk geen spelers kwijtraken in januari. Dus we gaan dat een beetje vermijden. Ja, ze hebben dat misschien is dat goed gezien, weet je. Ze hebben dat wel in het verleden gehad met Touré, die dan moest vertrekken. Ja. Ja. Maar inderdaad, ik denk City, ook hun kern is nu niet even breed als de jaren ervoor, maar ze hebben wel gewoon nog steeds een sterke selectie. Dus. Maar ik zie gewoon andere ploegen ook niet superveel verliezen, maar gewoon puur om het feit dat City is, gaan ze sowieso wel iets gek doen. Maar ze spelen niet zoveel wedstrijden deze maand, want ze hebben maar twee wedstrijden in de Premier League of zo. Ja, dat valt en dan FA Cup, dus het gaat niet zo hard doorwegen als mensen denken. Dus heel veel ploegen die een beetje moeilijk doen om spelers weg te gaan laten gaan, is wel. Als je twee matchen niet kunt missen, dat kan je missen door schorsing, dus we gaan daar niet flauw over doen. Tuurlijk, bij ons zijn er ook heel veel spelers weg. Genk moet er vier missen, maar ik denk niet dat ze daarom onder voorbehoud zullen willen spelen. Gastuk. Anderlecht moet er twee missen, Gent twee, Club Brugge twee. Welke ploeg denk je gaat daar het meeste nadeel Genk. Van? Ja, Genk. Genk, omdat ze vier spelers is toch wel al veel. Het zijn ook wel belangrijke spelers, want El Ghannouzi is weg, Peensel is weg. Vandera is ook weg. Ja, dus je voelt dat direct. En KMB. En ik denk ook dat Genk een beetje een wisselvallig seizoen heeft, toch? Of dat ze niet altijd week in week uit hetzelfde leveren. En dan is het moeilijk als je iets wilt opbouwen, daar ineens vier spelers weg zijn, die wel allemaal mogelijke basisspelers zijn. Dus ik denk dat zij het wel echt het meeste gaan voelen. Ik denk Anderlecht, Achimeru is weg, maar die staat niet echt meer in de basis. Mm-hmm. En ik weet zelfs niet wie de tweede is dat weg is bij Anderlecht.
Even goed gaan nadenken. Wow. Als het is Anderlecht, geen verdediger, want jullie hebben er geen. Als daar grote Anderlecht-fan. Wie is de tweede die weg is? Als je meedoet en? Goeie vraag. Jawara. Weet je het niet? Ah. Jawara. Wordt mij niet ingefluisterd. Maar ook Jawara staat niet meer in de basis, dus die gaan dat ook niet echt voelen. Dus ik denk echt dat Genk, ja. Ja, die denk gaan Genk dat echt wel. Ja. Gewoon puur omdat, wat je zegt, Alkmaar is een pincel. Ja. Fadera ook, maar daar roteert wat te Franke veel. Dus. Maar die twee zijn wel superbelangrijk. En daar heb je nog Sorin de rest over, maar ik denk inderdaad met... ja, met Pencil ga je toch wel... Ja, Elkanous sowieso. Ja. Elkanous is ook wel een van de spelers die het meest heeft gespeeld voor Genk dit jaar. Door de hele te roteren van wat te Franke. Nou. Ja, en Genk moet natuurlijk ook Joseph Pencil missen. Ik heb hem kort even gesproken en gevraagd als Gane klaar was. En we zullen even kijken. Hello, my name is Joseph Pencil. Blastars player, Ghana Blastars player. The Blastars is going to do really well in this tournament because we are really ready, determined, and we are going to fight and play our heart out as a team, as an individual, to produce results for our country, Ghana, and our motherland, to reach to the highest level, which is the final, and also to reach to the ultimate to win the cup. And also, the team that is really going to surprise this tournament is going to be Ghana. And the two teams that is really going to play in the final is going to be Ghana and Nigeria. And Ghana is going to win the cup after the final. Thank you so much. Oké, ja, dus we zien een Joseph met heel veel vertrouwen in zijn ploeg Ghana. Ja. Zijn droomfinale is ook Ghana-Nigeria. Hij verwacht die finale, ook een derby. Wat denken jullie daarvan? Ja, ik ben niet verrast. Ghanese zijn trotse mensen, snap je? Dus ik ben zeker niet verrast. Maar ik vind het ergens goed dat hij wel... Misschien is dat de goede energie dat zij moeten hebben. Die ambitie uitspreken. Want hij zei, de mensen die over het toernooi praten en het toernooi coveren, ze praten niet over ons, ze rekenen er ons niet bij. Wij gaan er zijn als Ghanese. Zo die trots, ik denk dat is goed. Een beetje haat. Een beetje vim. Ja, een beetje vendetta gevoel. Ja, je rekent niet op ons. Wacht, we gaan er zijn. Maar dat is de juiste fuel inderdaad, om je te gaan sturen. Maar het mag ook niet over de confidence worden. Nee, het mag tuurlijk, ook niet meteen, maar tuurlijk. Je ziet wel aan de manier hoe hij spreekt van dat zij ook... En ook, hij praat heel veel over het eergevoel. En ja, dat gaan heel veel landen hebben, maar ja, dat is een heel goede... iets dat je kan duwen naar die finale toe. Ja. Maar tegen Nigeria, een finale vraag is wel een beetje... Ik ga niet liggen. Ja, I wouldn't recommend that, maar is okay. En wat is jullie droomfinale eigenlijk? Droomfinale? Congo? Congo Cap-Verde, ik win sowieso. Nee. Mijn droomfinale... Wacht, wie wil ik verslaan in de finale? Wie wil Congo, ik Marokko. Echt verslaan? Nee, maar Marokko, als ze gewoon in de groep 1 wil winnen, dat is goed voor mij. Congo, Angola. Hè? Angola? Ja, als je zegt wie wil je verslaan? Nee, maar Angola zijn kleine broertjes, man. Precies. Congo, wie wil ik echt verslaan? Weet je wie ik wil verslaan? Congo, Cameroen. Want Cameroenezen, of Cameroeners, ik weet niet hoe je dat zegt in Nederland, nee, ik weet zijn niet. De trotste Afrikanen die ik ken. Ja? Dat zijn echt... Je wilt niet winnen van Senegal. Nee, ik wil de trotste. Mm-hmm. Ik wil die dat met echt de meeste zelfvertrouwen naar de finale komt. Die denkt van, we gaan hier 3-0 winnen. Echt met een lelijke 1-0 op een penalty van Chancel en Bemba verslaan. En echt ze allemaal zien afbreken. En ik ga huis per huis bij elke persoon die ik ken van Cameroen. En ik ga aanbellen en... Ja man, Cameroen. Dat is mijn droomfinale. 1-0. Heel veel van die verhalen eindigen gewoon mee aan de deur bellen. Ik heb dat wel een beetje door nu. Kijk, het ding is, als Congo de Afrika Cup zal winnen... Ik heb het al gezegd, ik heb dat in onze show ook gezegd. Mm. Ik ben bereid om een nacht in Cachot te slapen. Mm. Moest Congo winnen... Louis zijn 5 nachten. Ja. Ik ben echt bereid om een nacht gewoon Cachot te slapen. Waarom? Wat mogen we verwachten? Ik weet het zelf ook niet, plan? Maar ik ben klaar. Maar ik heb een GoPro besteld. Hè. Die gaat hier zijn. Ja, ik weet niet hoe... Daar weet, wil ik beelden van zien. Ik kan het me zelfs niet inbeelden. Dat zou magnifiek zijn. Ik kan het me echt niet inbeelden, maar ik ben wel klaar om... Whatever dat erna komt, consequences, politie, al die dingen. Ik ben klaar. Ik ben klaar, man. Ja. Doe maar Brian zijn droomfinale dan. Ik heb gewoon gezegd, ik heb video Congo. I win either way. Ja, maar hij is 50-50. Ja, we 50-50, snap je? Dat is veel te gemakkelijk. Maar hij is gewoon... Ja, broer. I like easy sometimes. Mag het leven soms niet gemakkelijk zijn? Ja, dankjewel. Ja, zeker. Kapverdje Congo, toch eens. En wie heeft zo'n klein beetje je voorkeur? Kapverdje. Omwege politieke redenen. Nee, ik denk Kapverdje puur omdat mijn mama opgegroeid. Zij is Kapverdje, dus ja, meer die kant. Ja. Maar al mijn vrienden zijn Congolees. Dus het is voor mij echt gewoon... Ja, het is ook echt, ik heb meer Congolese vrienden dan Cap-Verdische vrienden. Ik snap dat. Dus, maar ze hebben heel veel Congolese vrienden. Ja. Zoveel dat de RTB heeft gaat uitzenden. Dus eigenlijk...
Ja. Nee, 50-50 gewoon. Gewoon mooi in het midden. I win either way. Er zullen ook heel veel iconische truitjes weer zijn op dit toernooi. Achter mij hangen er al een paar. Wat denken jullie, was jullie favoriete truitje ooit van een Afrikaanse ploeg? Ik ga gewoon vals spelen tegen het truitje van Nigeria van vorig jaar. Allee, van vorige editie. Ja, ik dacht dat ook, maar Cameroen. Zo met die korte mouwen, dat is voor mij het beste truitje. Okay. Alle tijden. Aaron. Dat leek echt zo op zo'n warrior type shit. Ja, dat is geweldig. En het geleakte shirtje dat niet officieel is van Nigeria dit jaar. Ja, dat was spijtig. Er is zo'n vals truitje van Nigeria dat gecirculeerd heeft. Ja, op Twitter. Dat was zo nice. Geen mestres. Waarom? Ja, ik ken jou, geen mestres. Waarom? Dat gaat laten vallen en zo, geen mestres. Waarom ligt dat tussen je benen? Man? Maar dat... Nee, mijn stress. Geen professional. Nee, mijn stress, man. Echt geen professional. Nee, mijn stress, man. Maar ja, voor mij, Cameroen, dat het truitje met zo'n korte mouwen, ik vond dat het beste truitje ooit. En eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis van Cameroen, hebben die toch altijd een heel speciale mooie truitjes gespeeld. Ja, maar ik denk dat die ook, die hebben ook geluk met het ja, die hebben zo'n mooi groen, die zijn altijd Puma geweest, dat ik mij kan herinneren. En Puma heeft, dat moet ik wel zeggen, altijd wel goede truitjes gefixt op het Afrikaanse continent. Mm-hmm. Want dat van Marokko dat achter jou hangt, vind ik ook eigenlijk een prachtig truitje. Ja. Dus op dat vlak heeft Puma wel altijd goed werk geleverd. En nu, ja, Cameroen is... Ik denk dat die ook gewoon een mooie kleur hebben. Dat is altijd mooi, denk ik. Ik denk Ivoorkust, dat oranje is ook altijd mooi. Mm. Nigeria, ja, die met Nike. Ik vond die van Ethiopië ook wel heel mooi, van vorig toernooi. Ja, we hebben het daar net gezien, het Umbro truitje. Dat was ook echt mooi. Mm-hmm. Maar voor mij Cameroen, dat is top. Zullen we anders een truitje weggeven? Zeker. Kunnen we zeker. Dat is een goed idee, hè? Ja. Wel, reageer in de comments wie dat jij denkt dat in de finale zal staan en de winnaar. En wie weet, kan jij dan een truitje winnen van jouw favoriete ploeg? Zal naar jou, man. Ik vind dat truitje van Café die echt mooi, man. Weet je, als polariserend land, we kwamen niet vaak op een AFCON. Eerste truitje dat er was. Mooi, hè? Wat staat erop? De cabotetreur staat erop. In Portugees dan. Oké, mannen, ik denk dat we er dan nog zijn. Hebben jullie nog iets om toe te voegen of zijn we nog iets vergeten? Ja, check de AFCON. Wij gaan het zeker coveren met Koelkast Sport. Ja. Maar check het. Het is leuk voetbal. Het is speciaal voetbal. Het is interessant voetbal. Het is technisch voetbal. Er is passie. De liederen die fans zingen zijn veel grappiger op de AFCON dan in het Europese voetbal. In Congo zingen ze bijvoorbeeld, hey arbiter, we weten waar je woont. Hey arbiter, je weet waar je woont. Ik vind dat veel beter dan moeders uitschelden en zo. Dus het is echt een toptoernooi, je moet het absoluut checken. Ja, en ik denk, als je van de wedstrijden wilt afweten, ja, dan kan je zeker naar ons kanaal gaan om daarvan een review te zien, een analyse te zien. En als je zegt van kijk, ik heb geen tijd om de wedstrijd te gaan bekijken, want je bent aan het werken, dan moet je onze socials volgen. Dan ga je daar ook live updates krijgen. Dus we gaan daar ook proberen te voor zorgen. Want het is heel moeilijk om wedstrijden te gaan checken. Dus we gaan proberen daar gewoon live updates, dat je weet van oké, die score niet heeft gescoord. Dus sowieso gewoon naar ons kanaal toe trekken om daar te zien wat er allemaal bezig is en afspeelt op AFCON. Oké, Brian, Alex, bedankt om mij te vergezellen vandaag. En jullie ook thuis, bedankt allemaal om te volgen. Merci Alicia, merci Alicia, merci.